Uit het Rivierenland zijn twee fotografen genomineerd voor de Gelderse Nieuwsfoto. Dit is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor persfotografen en nieuwsjournalisten. Zij stuurden hun beste Gelderse Nieuwsfoto's uit 2018 in om kans te maken op de Kinderjuryprijs, de Publieksprijs, de Vakjuryprijs en de Reportageprijs. De Tielse fotograaf Rafael Trent is ook dit jaar weer genomineerd. De inzending van Trent is een bijzonder plaatje. Dus uh, mijn zoon Sven die. Uh... Tijdens de afgelopen zomer, uh, toen het zo warm was en heel lang droog was, uh, zijn lol uh, uh, vond in het uh, of hij eigenlijk door, door het water heen springen van, uh, van de gezond achter in mijn tuin. Drent heeft in voorgaande edities al vaker een prijs in de wacht gesleept. Ja, weet je, ik, ik werk natuurlijk voor de Gelderlanden en uh, voor wat andere regionale media. En uh, ja, je wordt natuurlijk gestuurd naar, uh, naar mooie onderwerpen. Dus ja, ik heb de prijs gewonnen, Een nieuwsfoto met een Syrisch gezin een paar jaar geleden, die uh, werden bedreigd met de uitzetting en uiteindelijk toch mochten blijven. Ik heb uh, wat in de kunst en cultuur gewonnen met appelpopfoto's, met uh, een foto van Kenny Dulver en René van Zon. Ja, dat soort uh, dingen, zeg maar. Hoe is de foto eigenlijk tot stand gekomen? Die foto heb ik gewoon tegen de zon ingefotografeerd. En ja, dat is een beetje technisch, maar ik heb een foto wat onderbelicht. Waardoor die waterdruppeltjes eigenlijk heel goed belicht zijn. Maar je ziet dus eigenlijk niet de, uh, het gezicht meer van, van in dit geval mijn zoon Sven. Maar je ziet wel heel goed de contouren zeg maar, van de zon die, tegen het, die, ja, die eigenlijk naar mij toe schijnt. Zeg maar. en, uh, en de achtergrond is dus helemaal zwart is geworden. Maar die druppeltjes komen echt fantastisch uit. En dat is ook de, het, ja, het lichaam van, uh, van mijn zoon. Trent is niet de enige deelnemer uit het rivierengebied. Ja, dat is mijn collega William Hoogteiling uit Buren. Die fotografeert ook voor de Gelderlander, en uh, die is genomineerd met, uh, ik meen, twee foto's in de de Gelderse nieuwsfoto vindt dit jaar voor de dertiende keer plaats. De provincie Gelderland organiseert dit in samenwerking met dagbladen De Gelderlander en De Stentor, de Koppelkerk in Bredevoort en het Coda Museum Apeldoorn. De winnaars van de verschillende prijzen worden tijdens de prijsuitreiking op donderdag 4 april in het provinciehuis in Arnhem bekendgemaakt.